aan het doen ben? Ik breng mijn kamerplanten weer naar binnen. Het is nu eind september. En ze hebben het hele jaar buiten gestaan, gewoon in de potten. En nou ja, in het voorjaar zijn ze dus naar buiten gegaan, half mei ongeveer. Nou, daar zijn ze goed van opgeknapt. En nu kunnen ze er lekker tegenaan met de winter. Halverwege de winter zetten ze natuurlijk nog een keer onder de douche. En volgend jaar, half mei, gaan ze weer naar buiten toe. Ze knappen er lekker van op, kijk maar. Natuurlijk groeit er ook wat onkruid tussen. Dat halen we natuurlijk even tussenuit. Maar voor de rest ja, zijn mooie plantjes weer geworden. Een enkeling heeft het niet overleefd, maar ja, dat kan gebeuren. Maar je ziet het, gezonde planten. Het is altijd beter om je kamerplanten dus half mei naar buiten te zetten. Als je daar de plek voor hebt natuurlijk, een balkon of een plaatsje of een stukje tuin waar je ze kwijt kan. Want voor de planten is het hartstikke goed. En gewoon met potten al neerzetten. Dus niet ingraven, kan wel ingraven, maar het is beter om ze gewoon in de pot te laten zitten. En dit naaien dan verplaats je ze in een grotere pot desnoods. Maar in elk geval, ze knappen er goed van op. Nou, ik ga weer verder. Hier staan er weer een stelletje. Hier zie je het. Ja. Ze zijn er goed van opgeknapt. Dat is een beste remedie. Als je samen bent met je kamerplanten, zet ze dan inderdaad, zoals ik net al zei, half mei naar buiten en eind september in de binnen.